Goedendag, Martin Kokkenier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag heb ik weer een mooie workout voor jullie, bestaande uit 5 oefeningen die je in 15 minuten zo vaak mogelijk herhaalt. Ja, dus beginnen met de burpees. Die kun je hier zien hoe je die uit dient te voeren. Doe hem niet met push-ups, zonder wel naar achteren springen en weer terug. En let erop dat je in één keer bij het achterspringen goed strak bent, hè? Dus niet door je heupen inzakt. Als dat wel gebeurt, pak je hem stappend. Daarna krijgen we jumping jacks. Die kun je hier even zien hoe je dat uit dient te voeren. En zorg ervoor in ieder geval dat je handen op schouderhoogte komen. Daarna krijgen we lunges, een step back lunge zoals je kan zien. Houd je lichaam goed recht, kom goed omhoog en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk uit je voorste been omhoog duwt. Dan krijgen we 20 keer totaal, 10 per been. En dan krijgen we schuine sit-ups die je hier kan zien en let erop, hè. Ook net als bij de gewone rechte sit-ups, dat je je bekken naar voren inkantelt. Dus je rug in de grond drukt, zodat je goed af kan rollen. Dan pak je het meest op je buikspieren. En als laatste dan krijgen we de pulse squat. Je zakt door, zoals je kan zien, in een tot 90 graden. En je gaat ongeveer tot 45 graden omhoog, ietsje lager mag. En daar blijf je tussen pulseren, 30 keer totaal. Gaan die spieren lekker, die bovenbeenspieren lekker onder spanning, verzuren, dat is de bedoeling, hè? Na deze 5 oefeningen mag je rust pakken, de tussendoor liever niet. Als je rust nodig hebt, pak het, maar liever ook niet langer dan 1 minuut. Als je geen rust nodig hebt, zeker na de eerste ronde, misschien kan je misschien wel in één keer door. Doe dat, want dan kan je lekker veel rondes pakken in dat kwartier. Zorg er natuurlijk voor dat je een goede warming-up hebt gedaan. 5 minuten, dat je hartslag goed omhoog is. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, druk hem even op pauze, want wij gaan nu van start. En we beginnen met 10 burpees. Let's go! Zorg ervoor dat je strak blijft, hè, wat ik net zei. Boom, niet doorzakken daar. Zet eerst je handen neer, spreek dan naar achteren. 9, dacht ik. 10. Jumping jacks, 30 keer. Pak hem in één keer door, hè. Om zijn beurt de benen. 2, 3, tot dan 20. Blijf goed recht, hè. Niet zo. Of zoiets. Nee, blijf goed recht. Knie raakt net de grond, niet die achterste knie. Of net wel. Niet te hard, hè. Krijg deuk in je vloer. Zonde van je vloer. Tel kwijt. 18, denk ik. 20. Schuine sit-ups. 15 keer per kant. Let er goed op. Je bekken naar voren inkantelen en daar vasthouden. Navel intrekken en omhoog. Voel je hier, hè? Als het goed is. 14, 15. Andere kant. En als laatste krijgen we de pulse squat. Doorzakken tot 90 graden. En kleine pulsjes maken. Als het goed is, gaan je benen goed verzuren, maar probeer doorheen te bijten. Het is de laatste oefening van deze ronde. Probeer door die verzuring heen te bijten als het komt, hè. Probeer door te gaan. Heb je rust nodig, pak het heel even. 2 seconden, niet veel meer. En ga dan weer verder. Totdat je bij de 30 bent. 30, denk ik. Dit was ronde 1. Jullie pakken rust. Als je het nodig hebt, zo niet, ga je in één keer door. Tot die 15 minuten vol zijn. En hou de aantal ronden bij.
Dan weet je namelijk of je de volgende keer, als je het weer herhaalt, of je verbeterd hebt. Ja? Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een duimpje, geef een like. Kijk, mijn ademhaling is ook al aardig omhoog, hè, dus dat is goed. Geef een like en abonneer je op het kanaal van Bodyproof Calisthenics en druk op die bel, zodat je geen enkele andere video hoeft te missen. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de Gym Houten. Succes en tot de volgende keer!